Welkom. Even een speciale situatie. Op zaterdag 22 juni sta jij aan het aquapark en om 2 uur komt er een groep Pelikan Demo met 4 deelnemers. De eerste dat jij al kan zien is, deze hebben nog niet betaald. En dat is al wel belangrijk om weten. Je ziet dat het bedrag hier achteraan nog staat. Moesten zij al betaald hebben, zou het bedrag enkel vooraan staan. Nu, deze groep komt toe en zegt, jammer, wij zijn met 4 deelnemers, maar wij zijn eigenlijk met 6. Wij hebben nog 2 deelnemers bijgeboekt. Dit kan perfect kloppen. Dit is een veiligheid in het systeem. Deze zegt dat een klant geen 2 maal op hetzelfde uur, op dezelfde dag kan boeken. En dat kan ook volledig kloppen. Hoe kan jij dit controleren? De eenvoudigste manier is, klik eventjes op de naam. Je klikt hier bovenaan ook op de naam en dan kan je meteen zien welke boekingen er reeds zijn gebeurd. Dus ze hebben effectief op 22 juni geboekt voor de 4 personen en nadien nog een boeking gedaan. Evengoed nog niet betaald, maar heel belangrijk, ook nog niet ingepland. Stel deze waren wel betaald en nog niet ingepland, dan moet jij dit doen. Dit is heel belangrijk. Doe je dat niet, dan wil dit zeggen dat zij vandaag op het aquapark gaan met 6 deelnemers, maar deze groep van 2 dit nadien opnieuw nog kan inplannen. Dus belangrijk dat je dit overroelt, dat je dit zelf even doet. Hoe doe je dat? Je gaat achteraan op die extra 2 deelnemers, groep van 2, ga je dit eventjes zelf inplannen, op de 3 puntjes klikken, cursus opnieuw inplannen. Wij zitten momenteel in het Zilvermeer. Dit was op 22 juni om 2 uur. Wij plannen deze cursus in. En nu, als je naar de planning gaat zien op deze dag in het Zilvermeer, zal je zien dat ze er wel bij verschijnen. Dus de groep van 4 en de groep van 2 die nadien is bijgeboekt. Ja? Hebben zij dit wel betaald of betalen zij dit ter plaatse? Dan weet jij hoe dat je dit moet oplossen. Zij hebben betaald met het witte bakje. Dan klik jij op het bedrag. Betaling toevoegen. Zij hebben met de kaart betaald. Betaling opslaan. En het bedrag zal hier verdwijnen en enkel vooraan staan als zijnde betaald. Uiteraard moet je dan nog even aanklikken dat zij ook aanwezig zijn. En verder is alles in orde. Ja? Dus hier kan je dit altijd checken op de naam zelf. Twijfel je, is het recent gebeurd, kan je altijd ook gaan kijken bij boekingen. Daar zie je de meest recente boekingen ook steeds verschijnen. Eenvoudigste manier blijft, klik even op de naam en je kan de boekingen van deze klant altijd zien verschijnen. Naam van de klant, nogmaals naam van de klant en alle boekingen die deze persoon heeft gedaan, zal je hier zien verschijnen. Niet vergeten, de cursus die nog niet ingepland was, 3 puntjes, cursus opnieuw inplannen op dezelfde moment. En klaar is Kees. Dank u wel.